Hey Brian van Goetem, Omloop het Nieuwsblad zit erop en jij hebt je bijna weer eer aangedaan. Hoe lastig was het vandaag om in de kopgroep te komen, want het lukte niet in eerste instantie? Nee, ik denk dat het eerste uur 15 keer meegesprongen ben, misschien wel 20 keer. Het was gewoon, iedereen reed achter iedereen aan het eerste uur. En daarna eigenlijk richting Haaghoek gelijk en daar reden we gewoon strak tempo met peloton. En daarna waren er wat aanvalspogingen en... Bovenop de Leeuwarden denk ik dat, of daarna op de Berendries, dat er al een paar man weg was. Die is Justin Jules volgens mij met Bardonas. En na de Berendries eigenlijk ging Van Hekken met nog iemand die ging in de tegenaanval. En ik zag die jongen gaan en ik denk ik moet er langs. In eerste instantie kwam ik er niet langs en vervolgens... Met Mike Teunissen kwamen we er toch langs en konden we de aansluiting maken. En het was eigenlijk het begin van een mooie dag. Je stond ook vanochtend als eerste aan de startstreep. Was dit gewoon het doel, weer net als vorig jaar mee zitten in die vroege vlucht? Absoluut. Ik weet dat je heel ver kan komen als je hier mee zit. Zie je vorig jaar Goujard met de vierde plaats. Ja, kijk, dan weet je gewoon als ik... Ik kan niet mee als die grote jongens gaan en dan moet je gewoon een plan smeden om het beste resultaat te halen. En de ploeg wil ook altijd iemand mee in de ontsnapping hebben, dus dan, dat is 2-1 dan, zeg maar. En het is gewoon wel een opgezet plan, alleen het was jammer dat we niet net als vorig jaar eigenlijk al bij het buitenrijden van Merelbeke al weg waren. Het duurde nu eigenlijk te lang en dat heeft mij wel heel veel krachten gekost dat eerste uur. Je raakt wel verder dan vorig jaar in die vroege vlucht. Het is toch ieder jaar weer een klein stukje verder. Ja, absoluut. En ik voel me denk ik ook weer wel sterker dan vorig jaar. Het eerste uur was ik ook wel... ik reed makkelijker en je komt er makkelijker langs. En er zit gewoon meer op. En als ik deze lijn nog een beetje door kan trekken... dan hoop ik dat ik in de semi-klassiekers of in de kleinere koersen... toch nog een leuk ding kan laten zien. Ja, want er wordt wel eens gezegd, iedere keer meezitten is leuk, maar... Ja, qua prestaties, qua uitslagen ziet er altijd niet aan terug dat je de hele dag voorin hebt gezeten. Voelt het dan voor jou ook dan nutteloos als het ware? Nou ja, je kan twee dingen doen, hè. Je kan proberen mee te zitten en dan zo ver mogelijk zien te komen. Ja, of niet goed genoeg zijn en gelost worden en helemaal niet in beeld geweest zijn of in de uitslagen voorkomen. Dus er is een makkelijke keuze, denk ik. Wat wordt de volgende wedstrijd waar we je in de kopgroep gaan zien? Ja, dat weet ik nog niet. De volgende wedstrijd wordt in ieder geval Samijn, aanstaande woensdag.